Zo, we zijn weer terug met de White 2 Firelock. En ik heb een beetje getraind. Laat ik eerst de Pokémon eens even zien. We hebben namelijk 4 Pokémon van level 30. Deze is een Zander. Nee, dit is een Flareon. En heeft hij nog wat leuke moves geleerd? Volgens mij niks extra's. Picknight, ook level 30. Volgens mij had hij ook nog deze. Yo, Dan the Man. Morgen, zegt hij ook. Midden in de avond. Dan hebben we deze met Fire Fang. Volgens mij had hij die nog niet. Oh, niet de vorige keer. En dan laten we JJB Ninja nog even zien. Die heeft Fire Punch, maar die had hij volgens mij. Fire Punch kan trouwens wel nieuw zijn. Dus daar gaan we het mee doen. Ik hoop dat het ons niet te moeilijk wordt gemaakt. Oké, het is wel meteen de eerste training, dus het wordt wel spannend in ieder geval. Een Sunkern, daar zijn we goed tegen. Ik ben ondertussen ook aan het eten, zoals jullie merken. Firelock. Mag alleen maar vuurpokémons gebruiken. En de pokémons hebben 3 levens, maar ja, daar zijn er niet zoveel meer van over. Dat kan je ook hier boven mij zien. Ik kom nu wel tegen gras- en bug-pokémons, daar hou ik wel heel erg van. Die zijn wat moeilijker, wat makkelijker te verslaan. Waarom mist hij elke keer? What the fuck is dit? Dan, het is trouwens ook dat ik Pokémon's naar kijkers vernoem op het moment dat zij in de stream zijn als ik een Pokémon tegenkom die ik kan gebruiken. Dus dat komt goed uit als je er straks bent en we kunnen nog een vuur-Pokémon vangen. Volgens mij deze route niet, maar dat ga ik nu heel eventjes checken. Dan kan er zomaar een Pokémon naar jou vernoemd worden. Is dit geen rotation battle? Nee, ik dacht dat, dat je hier rotation battles had of zo. Hier is wel een gang. Oh, een triple battle. Spannend. Nou, laten we proberen. Oeh, er zijn best wel moeilijke Pokémon's om een triple battle tegen te doen. Wel dat ik geen levens verlies. Triple battles. Normaal zijn dubbel battles wel scary, maar triple battles natuurlijk al helemaal. Gaan we hem toch fire spinnen? Hij is fly, dus dan kan ik misschien het beste roll-out doen. Quick attack? Nee, hè? Hopen dat ik eerder ben. Oh jee, Aqua Jet. Oh nee, daar gaat Simon. Dat was ook nog eens zijn laatste leven. Dit is onze eerste feint. Wat een slechte begin van de dag. Ik had natuurlijk helemaal geen rekening mee gehouden dat die Aqua Jet kon hebben. Gewoon onze eerste Pokémon verloren van de playthrough. Ja, dikke rip, Dan. Ik kan in deze route helemaal geen vuur-Pokémon vangen. Daar zit ik nu even te kijken. Nee, ik zou het zien niet. Maar misschien na de brug wel, dus dat zou eventueel nog maar meegenomen zijn. Maar zonder van de training in ieder geval wel. Ga nog voor die pokeball. Misschien maar wel even doen. Oeh, een trainer. Daar had ik even over na moeten denken. Nou ja. Die kan ik met bite wel aanvallen. Nogmaals, sorry. Ik zit te eten in deze battles. Maar ik heb even vertrek. Wel jammer dat we dus een Pokémon kwijt zijn, maar ja, dan moeten we maar even kijken of we een vervanging kunnen regelen. De vuur-Pokémon zijn nogal schaars in het begin van deze game. Oh, dan komen we al in de stad naar deze route. Oh, dat had ik niet verwacht. Is daar al meteen dan de volgende gym? Dat zou ik wel echt heftig vinden. Oh. Moet ik hierheen? Ik denk het niet. Laten we eerst even kijken of hier een Pokémon Center is. Want dan kunnen we heel eventjes, want dat was ik net helemaal vergeten, de Growlithe uit het team gooien. Hier zit de gym, maar daar kan ik zeker nog niet in. Dat is op zich goed, want anders zou ik heel snel 2 gyms achter elkaar hebben. Oh jee.
Oh, hier mag ik dus niet komen. En wat moet ik dan doen? Nou, dat kan toch niet goed zijn dat ik naar route 6 ga. Hè? Oh, hier moet ik zijn. Ah, oké. Oké, dit durf ik niet aan. Anders gaat Sander straks ook een leven verliezen. Nou, even naar hem. Het grote probleem van Darumak is dat hij zo frail is. Dat bedoel ik. What the fuck was dit nou weer? Het is goed dat hij recoil had, want anders was het weer zo'n onzin. Swoobat. Ik wist niet dat deze game zo moeilijk was. Tenminste om te nuslokken dan, hè? Want normaal, kijk, normaal kan je gewoon Pokémon's dood laten gaan, er is er niks aan de hand. Hey, Sorua, maar die mag ik niet houden. Want dat is geen Pokémon. Moet die zometeen weer inleveren, zeker? Wat gaat deze Mangle zeggen? Ik wil eigenlijk één YouTube-afleveringetje vandaag gaan opnemen. Alleen, ik ben heel bang dat die snel voorbij is als ik... Of ik ben helemaal dood. Wat best mogelijk is. Of de gym is verslagen straks. Maar ja, de gym kan best lang duren, dat weet je niet natuurlijk. Als hij rock Pokémon's heeft, dan ben ik fucking hard genaaid. Dan ben ik fucking hard genaaid. Dan heb ik geen idee hoe ik dit ga doen. Het enige wat ik kan doen is met Picknight, met Munty. Ja, Balto is een rock Pokémon. Oh, dit wordt echt een gedoe. Oké. Die cirkels maken wel duidelijk waar je al bent geweest, zeg maar. Wow, hoe gaan we ground Pokémons bestrijden, jongens? Oh, Simon had de XP share nog vast. Dan moet ik die weer gaan halen straks. Ik kan deze gym helemaal niet verslaan, jongens. Ik denk dat ik het toch anders ga doen. Ik denk dat de stream heel snel tot een eind gaat komen. En dat ik toch eventjes ga trainen voor de volgende keer. Want het trainen is niet leuk om naar te kijken, joh. Ik denk dat ik toch de stream ga stoppen. En voor de volgende aflevering... voor de volgende stream gewoon zorg dat... Maar Pokémon zal allemaal level 35 zijn. Misschien dat ik dan een kleine kans maak. Hallo dames en heren. We zijn een paar dagen verder. We hebben de afgelopen keer zijn we begonnen met het bevechten van de gymleader in deze stad. Driftville City. Maar dat is niet echt goed gegaan. Dus we zijn een paar dagen later. Ik heb de Pokémon getraind. Zoals je ziet zijn ze bijna allemaal 35. Darumaka moet nog één leveltje, maar dat gaat snel gebeuren volgens mij. En dat betekent dat hij volgens mij, als ik het goed heb, dan ook evolueert. Maar dat weet ik even niet zeker. Het enige grote probleem is, waar ik net even tegenaan liep, is dat we echt... Het duurt nog heel erg lang. Ik denk nog wel 2 of 3 gyms voordat we weer vuurpokémons kunnen vangen. Dus dat is wel echt een probleem. Ik klink een beetje snotterig, maar dat komt omdat ik allergische reactie heb. Ik ben net bij katten van mijn moeder geweest en daar heb ik altijd last van. Dus dan weten jullie in ieder geval waardoor dat komt. Niet dat ik corona heb of zo. Moeten we hier dan nog omhoog? Ik denk dat we hier nog omhoog moeten. Hey. Zo. Geen andere mensen meer? Is het alleen nog de gymleader dan? Holy shit. Oké, dit wordt wel heel spannend dan. Dan denk ik toch dat we heel eventjes
moeten kijken of er nog ergens een trainer is. Want we moeten Darumaka nog heel eventjes een leveltje up doen om te evalueren. Want die hebben we wel echt nodig. Is hier een gastje? Trainer? Ja, ja. Oké, dan kunnen we even tegen hem oefenen. Want Clay's Pokémon worden wel echt heel moeilijk met zijn ground type. Nou, we hebben dus wel goed getraind, dus dat scheelt. Oeh, hij heeft bijna precies 35. Ja, ik had ook in de beelden getraind. Ik krijg maar heel weinig XP natuurlijk. Ja, evalueert. Super nice. Kan ik ondertussen even snel een plaatje van Darumaka zoeken? Of van Darmanitan zoeken? Opslaan als. Opslaan. Zo. We hebben Darmanitan. Oeh, Hammer Arm. Kijk, daar gaan we wat aan hebben. Doe toch Bellydrum even weg. Kijk, dit scheelt zoveel. Misschien ook wel voor zijn defense, dat weet ik niet. Maar dit is wel super nice. Nou, dan gaan we nu Clay proberen te verslaan. Ik weet niet of hij erg gedamaged. Nee, hij is helemaal niet gedamaged. Oké, dat is wel positief. Oh, kom op. Het zou zomaar kunnen zijn dat hier de Firelock eindigt. Nou, dat is niet helemaal waar, omdat we natuurlijk nog meerdere levens hebben voor Flareon en Darmanitan. Dus dat hoeft nog niet zo te zijn. Alleen het zou heel lastig zijn om met twee Pokémon de komende drie gyms te gaan doen. Oké, Krokorok kunnen we in ieder geval als het goed is veel damage op doen met Hamerarm, omdat het super effectief is. En wel Intimidate, daar ben ik niet zo heel blij mee, want dan gaat mijn attack mee omlaag. En ik ben eerder, dat is ook positief. Oh, als hij nog 5 keer deed. Oeh, Bulldoze. Oké. Speed ook omlaag. We moeten toch switchen, ben ik bang. Hij doet het ook veel effect op. Nou. Als hij elke keer dat blijft spammen, dan wordt het heel moeilijk. Maar dit is natuurlijk zijn signature move, dus het wordt echt super moeilijk. Hij blijft bulldozen, hè. Hij gaat een keer critten ook, natuurlijk. Moeten we een leven zakken? Ja, laten we dat maar doen. Voor de free switch. Dan zakken we wel een leven. Kijk, want dan ben ik eerder een Zidof al dood. Oeh, dit veel damage vond ik hoor. Yo, bedankt voor de follow. Oh, abonnee. Wat voor een abonnee, dankjewel. Dankjewel Maruska voor het abonneren. Dat is heel aardig. Sandslash. Oké, deze wordt wel echt lastig. Maar Sandslash, is Sandslash ook rock? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of ik het aandurf. Maar ik heb nog 2 levens op deze. Oh, ik mis. Dat is kut. Oh, dat is echt kut. Ja, dat zat er wel in. Dit wordt heel moeilijk. Ik moet heel veel geluk hebben nu met... Want ik moet eerst healen, dus hij mag niet al te veel damage doen. Oh. Nogmaals bedankt, dat is heel aardig. Ik miste ook, dat is ook kut zeg. Yo, Munty. Oh, en ik heb ook geen heals meer. Oké, ja, dan gaat deze nu dood. Zo ja. Gezellig, Munty, gezellig. Ja, ik ben bang dat het over is met deze Firelock. We hebben natuurlijk nog wel 3 levens over, maar het wordt erg moeilijk nu. Oh, hoe gaan we dit nou ooit doen? We moeten sowieso heel veel heals even hebben. En met 2 Pokémon is het erg lastig. Ja, echt een Munty.
Zal ik hyper potions kopen? Dan is je wel full heal. Full health bedoel ik. Dat is misschien wel slim om te doen. Ja, ik denk dat ik toch heel dwars toch nog een keer maar ga proberen. Er zit eigenlijk gewoon niks anders op. We kunnen nog wel meer trainen, maar we hebben gewoon... Die bulldoze is echt kut. En ook omdat je speed dan omlaag gaat. Dus als je dan een keer healt, dan is het zeg maar een never ending story. Want je bent nooit eerder. Firelock was ook echt een slecht idee voor deze game. Want ik kan echt heel weinig vuurpokken ontvangen. Oh, daarvoor kwam ik hier helemaal niet. Zo, nog maar 2 Pokémon over. Dat is echt niet handig. Nou, weet je, het is de dood of Gladiolen. En anders is de Firelock helaas afgelopen. Dat kan ook nog. Als hij nou gewoon even die hammerarm crit. Dan zijn we daar meteen vanaf. Ja, die Intimidate helpt ook niet. Ja, zeker Munty. Dat ga ik zeker doen. Nu ik die trailer gisteren heb gezien, 100%. Nice, hij is dood. Oh, de speedvel wel, dat is kut. Als de Excadrill komt, dan moet ik in Flareon. Ja, dan ga ik in Flareon. Fire Spin is... Eigenlijk is die Flareon gewoon nog niet zo sterk. Oh, nice. Nou, dat was weer een level van Flareon. Jezus, wat was dit nou weer? Oké, okay, 1. Ja, dit wordt het einde, jongens. Dit wordt het einde. Oh, hij is dood. Er is een kleine kans. Er is een kleine kans dat ik het haal. Alleen de Sandslash nog. En ik ben sneller. Speed is omlaag gegaan. Het gaat er nu om of ik sneller ben of niet. Maar ik ga het wel proberen, want anders word ik nooit meer sneller. Oh, hij is sneller. Ja, dan killt hij me. Kut. Oh, zo dichtbij. Reset. Ja, dan houdt het hier op. Ik heb nog wel 1 leven op Flareon, maar daar ga ik het nooit meer halen. Sad, sad. Yep, deze run is over. Nee, dit was het einde van deze run, helaas. Als jullie dit op YouTube zien, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.